Nou, welkom allemaal. Vandaag ga ik het hebben. Dit is het eerste deel. Er gaan hier twee delen over komen. En wij gaan het vandaag hebben over een bedrijf, CERN genaamd, wat gebaseerd is in Genève in Zwitserland. Ik denk dat het voor vele mensen onbekend zal zijn, maar mochten jullie er wel van afweten, dat zou wel helemaal mooi zijn. Zoals je ziet is dit het logo van CERN. CERN is een energiebedrijf, noemen ze zichzelf. Ze hebben een versnelmachine waar ze atomen op elkaar laten botsen op hoge snelheid. En dat zijn ze onderzoek naar aan het doen en mee aan het experimenteren. CERN hier, zoals je hier ziet, dit is het logo. En ik weet niet voor sommigen, maar misschien zal het wel opgevallen zijn van dat dit logo... Noemen ze dan de versneller? Dit zouden ze versneller moeten symboliseren, maar wat mij voornamelijk ook opvalt is dat het heel toevallig zou je hier een 6 uit kunnen maken. Je zou dit kunnen draaien en je zou het zo kunnen draaien dat er meerdere 6'en uitkomen en vervolgens zou je er ook 666 uit kunnen opmaken. En zoals in de Bijbel natuurlijk goed beschreven staat, is dat het teken van het beest. Dus dat is wel heel opmerkelijk dat het bedrijf dit logo zo gemaakt heeft. Ze konden ook wat anders verzinnen, toch? Ik bedoel van, zij weten ook wat dit betekent. Ze zijn echt niet dom. Dus ik vind het heel opmerkelijk dat ze toch gekozen hebben om dit logo te maken. En nou, ik vind dat enigszins verdacht. En hiermee begon het ook en heb ik wat onderzoek gedaan naar wat dit bedrijf uiteindelijk echt inhoudt. En wat dit aan het doen is. En nou, daar ga ik vandaag wat meer over vertellen. Nou, zoals je hier ziet, dit is in het midden van de plek van het bedrijf, in Genève, Zwitserland, van CERN dus. Zoals je hier ziet, is dit is een god, Shiva. Ook wel, deze god wordt ook wel de god van destructie gezien. En in de Bijbel, in Openbaringen, wordt er onder andere gesproken over de god Apollyon of Abaddon. En Abaddon is een vernietiger. En Shiva is in de Hindoestaanse godsdienst, is dat ook de god van vernietiging. En dit beeld is dus hier geplaatst en het bedrijf is eigenlijk gebouwd op een oude plek, waar een tempel die gewijd was aan de Griekse of Romeinse god toen de tijd van Apollyon, dus ook de vernietiger. Dus het is wel heel bijzonder of toepasselijk dat ze ditzelfde beeld hier geplaatst hebben, terwijl ze ook bijvoorbeeld iets van atomen hadden kunnen neerzetten, een beeld van atomen, want daar zijn ze in principe mee bezig, maar ze hebben er dus voor gekozen om dit beeld hier neer te zetten, dus heel opmerkelijk. Zoals je ziet, zie je hier ook een ring. Nou ja, CERN is ook het bedrijf, in het logo zag je ook een cirkel, dan wel een 6, maar ook een cirkel. En Shiva danst ook, dus het is een god van dans. Ik moet daarnaast bij vertellen dat er ook nog een andere Hindoestaanse god is. Dus je hebt een god van vernietiging, ja. Dat is Shiva. En je hebt ook een van nieuwe creatie. Nou, zij hebben dus dit, want ze willen, wat ze doen qua onderzoek is eigenlijk dat ze de deeltjes die zij is, en daar ga ik zo dieper op in, op elkaar afvuren, willen ze eigenlijk vernietigen en ontleden, zodat ze zichtbaar kunnen zijn hoe bepaalde dingen ontstaan is. Dus eigenlijk onder andere hoe de wereld ontstaan is. Dus je moet denken, bij de energie die vrijkomt, is proberen ze eigenlijk een soort van, nou ja, zoals mensen geloven dat er een grote oerknal is geweest, datzelfde principe van die energie willen ze hiermee namaken. En dat maken ze eigenlijk na, op kleinere schaal dan, maar zeker zin wel. Es ist vermutlich nur ein übler Scherz, doch dieser hat jetzt böse Folgen. Ein Amateurvideo vom renommierten Genfer Forschungszentrum CERN sorgt im Netz für Aufruhr. Die Aufnahmen zeigen die vermeintliche Hinrichtung einer Frau direkt vor der Shiva-Statue am Zentrum. Der Nou, zoals je hier ziet in dit filmpje, dit is hetzelfde bedrijfterrein. Je ziet hier het beeld wat net ook is laten zien. Hetzelfde beeld, hetzelfde plek. De gebouwen zie je eromheen.
En wat heel opmerkelijk is, is dat je hier dus mensen in het donker samen bij elkaar zijn gekomen, in donkere gewaden. Je ziet een vrouw hierop aflopen uiteindelijk, die doet haar mantel uit en die heeft een witte kleding aan. En vervolgens zie je een man om haar heen lopen met iets glinsterends in zijn hand, wat een mes is. En eigenlijk wat ze hier aan het doen zijn, is een satanistisch ritueel waarmee ze, ja, ik denk dat ze dit bedrijf opgedragen hebben aan de duivel, van een offer gedaan hebben voor de duivel om dit bedrijf aan hen toe te eigenen. En om zijn machten en krachten hier op te roepen. Een man hinter der camera scheint nicht zu ahnen, was gleich passieren wird. Die mit Kutten vermummte Gruppe marschiert auf den Platz. Einer Frau wird das Gewand abgenommen, sie legt sich auf den Boden, dann sieht es danach aus, als würde sie mit einem Messer erstochen. Die Szenerie wirkt bedrohlich, fast wie ein Opferritual. Doch eine Hinrichtung scheint es in Wirklichkeit nicht gegeben zu haben. Auch wirkt das Ganze stark inszeniert. Trotzdem empört das Video das Netz sowie das Forschungszentrum selbst. Die Aufnahmen seien ohne deren Wissen auf dem CERN-Gelände entstanden. Nun soll es eine interne Untersuchung gegen die Beteiligten geben. Die Einrichtung fürchtet auch um ihren renommierten Ruf. Nou ja, wat ik net al zei, werd er dus wat geofferd. Zelf in de media en als bedrijf zijn hebben ze gezegd van dat het meer een grap was. En dat het personeel en dat het niet de bedoeling was. En hebben ze gepaste maatregelen genomen voor deze slechte grap, zoals ze het zelf benoemen. Nou ja. Sicherheitsbedenken soll es aber nicht gegeben haben. Alle Beteiligten hätten eine Zugangsberechtigung gehabt. Nou ja, dat was even een kort filmpje om een soort van introductie te geven over dit bedrijf en de dingen die er gebeuren, om enigszins een impressie te krijgen. Vervolgens komt er nu een filmpje over de openingsceremonie van een tunnel die in Zwitserland gebouwd is. Volgens mij, als ik het goed zeg, is dit ook nodig geweest voor het bedrijf zelf. En wat hier opvalt is dat er ook hier een bijzonder ritueel plaatsvindt. Nou ja, laten we het eerst maar kijken dan. Thank you.
Nou ja, ik denk dat jullie wel enigszins een bepaald idee krijgen bij als jullie dit filmpje zien met de muziek. Ik vind het nogal duister overkomen. Toevallig heb ik hier ook wat onderzoek naar gedaan, naar deze mensen in deze dingen. In Oostenrijk en in Zwitserland hebben ze dit gebruik ook bij Sinterklaas onder andere. En dit moeten demonen voorstellen. Dus eigenlijk, voor ons is dat dan iets anders. Bij ons met Sinterklaas hebben wij natuurlijk Zwarte Piet. Zij hebben dit soort type demonen. En onder andere staat hierop, iets verder in het filmpje, heb je een man met ramshorens op. En in een gewaad, en die wordt een soort van aanbeden. Dat wordt ook in hun soort van Sinterklaas wordt dat gebruikt. En dat is degene die hun straft. En als ze zich niet goed gedragen hebben, dat die ze slaat en zo. En het ziet eruit als een duivel. En eigenlijk is het ook een duivel. Dus dit zou dan de duivel moeten zijn met zijn demonen die erbij zijn. Nou ja, ik dus het openen van de tunnel daar voor de trein. Nou ja, zoals je zag dus mensen met geitenhorens, het geiten aan mensen die zelf met horens boven hun hoofd liepen. Wat voor mij aardig occult overkomt in ieder geval met de duivelaanbidding. Mensen kijken dat, het is gewoon een ceremonie, mensen zitten daar. Ja, dit is voor mij echt uitermate occult. En nou ja, je zag dus die mensen die in die werkpakken, die zag je dansen. En nou ja, zoals ik net al eerder al zei, met bijvoorbeeld die god, Shiva, die danste ook. En ik heb wel een filmpje gezien van hoe die god dan aan het dansen was, zeg maar. Of hoe dat dan zou gaan. Het is dan een bepaald type dans. En dat komt wel aardig overeen
met het type dans wat hier dus ook afgebeeld werd. Dus ja, dat, en je zag natuurlijk ook mensen met, je zag dus een man die in zich vast zat en die zweefde in de lucht met vleugels en met een groot gezicht. Ik denk dat het voor veel mensen die christelijk zijn wel aardig duidelijk is wat hiermee afgebeeld werd. En dit zijn een van de dingen die onder andere gebeuren in Zwitserland, maar ook bijvoorbeeld bij het openingsritueel van het bedrijf CERN zelf was vergelijkbaar hieraan. Met duistere muziek, duistere afbeeldingen en mensen in rare gewaden. Ja.